Ja, welkom beste kijkers bij weer een nieuwe aflevering van Aan Tafel Met. Vandaag hebben we een speciale gast en dat is John Jansen. Ja, bekend persoon in deze regio, maar misschien ook wel als bekende Nederlander toen je nog lid was van de roemruchte Juliet-bende. Maar waar ik jou vooral over wilde spreken, John, van de week in ons voorgesprek, toen zag ik daar bij jouw jongerencentrum, CQ Kringloopcentrum, zag ik daar een huilende moeder en een opgroeiende jongere. En waarin jij met vaderlijke touch zei van, jongen, het komt wel goed, ik zie je tot zaterdag. Mm-hmm. En dat deed mij iets, want ik zag jou gewoon dat je daar met die jongeren bezig bent. En die jongerenstichting heeft een bepaald doel. Ik moet zeggen, in de 3,5 jaar dat je daar bezig bent, is dat wel echt in de picture gekomen ook. Jouw activiteiten, maar ook voor de jongeren zelf. Kun je daar iets meer van vertellen? Waarom ben je met dat jongerencentrum toen gestart, na jouw turbulente periode, en met het kringloopcentrum als aangrijpingspunt, zou je kunnen zeggen? Daar ben ik mee gestart, Kees, in augustus 2013. Omdat ik geconfronteerd ben met een paar jongens die ik... Vanaf 2007 ben ik mij een beetje met jongeren op straat gaan bezighouden via Stichting KIK. Daar heb ik 9 maanden vrijwilligerswerk gedaan. Ja. Met een enkel bandje. Ik kwam uit de gevangenis. Deed ook, denk aan je eigen jeugd waarschijnlijk, een moeilijke periode. Ook dat. En toen ik bij KIK kwam, toen ben ik in contact gekomen met wat ze noemen moeilijk opvoedbare jongeren. Ja. En daar ben ik na 9 maanden moest ik daar weg omdat er een nieuwe jeugdofficier kwam. En die vond het niet passen dat ik daar jeugd begeleidde. Dus dan moest ik weg. Vanaf die tijd heb ik eigenlijk, we hadden een kapsalon in de binnenstad, mijn vriendin. En vanaf die tijd hebben we eigenlijk een centraal punt gehad voor jongeren als ze problemen hadden waar ze terecht konden. En waar ik ze ook langs alle kanten probeerde te helpen. En in augustus 2013 toen werd ik geconfronteerd met een paar jongens die langere tijd in instelling hebben verbleven. En 18 jaar zijn op straat worden gezet, dus in een gat vallen wat je gewoon niet wil weten. Hè. Worden ze na een instelling, als ze 18 zijn, gewoon op straat? 18 jaar, tot 18 jaar lopen de subsidies en op het moment dat de subsidies stoppen, dan zoek ik het maar uit. Dat kan toch niet? Maar het is zo. Het kan dat niet, zijn de regels? Dat is in Nederland momenteel de dingen, ja. En ik ben dat begonnen, er was een klant bij ons in de kapsalon, die had dat pand waar ik nu zit, hè, waar vroeger Pentax zat. En dat pand stond gedeeltelijk 6 jaar leeg. En ik had zoiets, hier moet ik iets mee doen met die jongeren. Dat kan niet zo, weet je wel. En toen heb ik hem benaderd. Toen heb ik gezegd, zouden we iets in de pand kunnen gaan doen van een kringloopdingen om jongeren. Nou, die was er heel enthousiast in. En die zei op een gegeven moment tegen mij, hier heb je de sleutel en ga je gang. En als het rendabel wordt, gaan we wel zitten om hoe dat we de huur gaan bepalen. Ja. En zo zijn we daar ook begonnen. We hebben daar in eerste instantie hebben we daar 3 jongeren illegaal geslapen, omdat we nog geen onderdak hadden toen. Toen reden we s'avonds de grofvuil af en haalden we de spullen eruit wat we konden gebruiken. Dat verkochten we bij de kringloop. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Ik heb ook gehoord dat jij in de koepel bent geweest en dat staat helemaal leeg en dat jij daar een plan voor hebt om in de koepel iets met de jongeren te doen. Kun je daar iets vertellen? Ik heb daar inderdaad een plan op neergelegd. Dat is nu ook opgepakt. He, dat is door de gemeente aan een commerciële organisatie gegeven. Wij hebben wel contact erover gehad. We zijn er ook geweest en we hebben een rondleiding gehad door de koepel. En ook door het oude huis van bewaring, de oude vrouwengevangenis. Maar dat was vroeger het huis van bewaring. Ja. En nou ja, daar hebben we ook aangegeven dat dat een ideale plek voor ons zou zijn. Om inderdaad een opvang te kunnen gaan creëren voor jongeren. Er zitten 105 cellen die wij dan op zouden kunnen vullen om jongen op te kunnen vangen. Dan kun je daar kamers van maken? Daar kunnen we kamers van maken. Dan hebben we een eigen ingang aan de Kloosterlaan. Maar daar hebben we nu 10 weken geleden een gesprek over gehad. En tot de dag van vandaag hebben we nog niks teruggehoord. Dus. Maar dat is wel een fantastisch plan eigenlijk. Ja, dat hè? Is... Maar wat denk je, koffiedik kijkende, gaat dat... Zou ze daar John Jansen gunnen? Nou, ja, dat is het juist, weet je wel. Ja. Er is natuurlijk nog steeds, en dat zal altijd wel blijven, heel veel... Tegen de weerstand naar mij toe. Dat is gewoon alleen. Ja. Ik zie wel nu met de Jongerenstichting dat we steeds meer officiële organisaties die toch wel een aansluiting zoeken en ook zeggen van we zien gewoon dat dit werkt. Ja. Weet je wel? Dat is zelfs wat ik net tegen je zeg over de Raad van Kinderbescherming. Ja, dat is voor mij een erkenning, laat ik het zo uiteraard, zeggen. Uiteraard. Dat ze taakstraffen bij jou kunnen uitvoeren. Dat bedoel ik. Dat doen ze. Hoeveel jongeren heb je nou onder je hoede? Nu, we hebben nu ook van scholen krijgen we nu jongeren die dus op school
niet goed meegaan. En die dus de schooltijd bij ons doorbrengen. Dat is ook weer een nieuw project wat met de school aangegaan is met ons. Ik begreep ook jongeren met een taakstraf, hè? Dat die allemaal... Ja, vanaf nu hebben we ook... We hebben sinds 2 weken een contract met de Raad voor Kinderbescherming van jongeren met een taakstraf. Die dus op zaterdag de taakstraf bij ons mogen doen. Ja. We hebben een aantal jongeren intern. En we hebben een aantal jongeren wat, zeg ik, van scholen komen en een dagbesteding moeten hebben. Ook jongeren die een dagbesteding moeten hebben. Dat hebben we momenteel ook. Die groep wordt steeds groter. Dat is, De weldoener is John Jansen, zou ik... Ja, ik vind mij geen weldoener. Nee. Kijk, ik heb gelukkig de mogelijkheid, weet iedereen, de mogelijkheid gekregen om iets te betekenen voor deze soort jongeren. En dat geeft mij gewoon heel veel voldoening. Okay. Het is niet alleen jongeren meer, het is door de kringloop word je ook met zoveel andere dingen geconfronteerd. Hè? Ja. Wat heel veel mensen niet zien en wat ook niet echt uitgelicht wordt in de maatschappij. Maar als je kijkt, daar praten we alleen over Breda, hoeveel moeders met jongere kinderen die in de schuldsanering zitten, die maar rond moeten komen van een paar tientjes per week, wat gewoon onmogelijk is. Armoede in Nederland, daar hebben wij ook wel een discussie over gehad. Dat je tegen mij zei van ja, daar is 4% in de wereld, die heeft het kapitaal. Er is 96% van het totale wereldvermogen is in handen van 5% van de mensen. Ja. Dus je hebt 4% wat je overal, wat je met 95% van de rest van de wereldbevolking moet verdelen. Ja. En daar zit een beetje de fout. Hè? Dat is, ja. Ik heb die jongerenstichting heb ik eigenlijk opgezet om te laten zien van dat er een vangnet moet komen voor jongeren tussen 18 en 23 jaar. Ja. Omdat het dus een heel groot probleem wordt worden. En dat probleem wordt steeds groter en daar wordt gewoon niet naar gekeken. En in Breda wordt er ook, 2 weken geleden staat er een stuk in de Stadsblad over dat de jeugdzorg zo goed, dat het allemaal zo goed geregeld is in Breda. Het is helemaal niet goed geregeld, dat is het juist. Vertel. Kijk, als jij jongeren krijgt die is 18 jaar, altijd in een instelling hebben gezeten, 18 jaar, die worden op straat gezet. Die hebben geen onderdak, die moeten de CZ gaan betalen. Die vallen bij ons binnen na een half jaar, dan hebben ze een half jaar de CZ niet betaald, is naar de rechtbank geweest, zitten 700 proceskosten bij. Dan ben je 18,5 jaar en dan zit je met 2000 euro schuld. Ja. Komt er maar uit. CZ, dat is zorgkosten bedoel. Zorgkosten. Ja, ja. Dan heb je een hele grote, het grootste percentage van die, vooral jongens natuurlijk, die vallen heel snel een andere kant op. Hè. Die gaan de criminaliteit in, want die gaan het zelf wel aan. Ja. Je hebt geen andere uitweg klaar. Nee. En we hebben ook pas geleden nog een meisje gehad wat al 4 maanden rondzwierf. En dan daar sliep. Hè. En de meisje is helemaal verschrikkelijk, hè, want die kan in een heel andere wereld terechtkomen. Ja. En wij worden steeds meer geconfronteerd met dit soort dingen. Hè? Maar het is logisch dat ze dan in de criminaliteit... Want je hebt geen andere uitweg, nee, toch? Maar dat is jouw preventieve zorg in feite. En dan, als je dan kijkt op het moment dat ze bij ons wonen, intern zijn... Hè, vorige week heb ik een stukje op Instagram gezet. Hè, nou, naar aanleiding van een ding in Den Haag. Dat daar dus de gemeente Den Haag, die heeft 1 miljoen uitgetrokken. En die heeft 54 jongeren... van die leeftijdsgroep, dus tussen de 18 en 23 jaar, uit de schulden gehaald, wat 1 miljoen heeft gekost, maar wat zo goed is aangeslagen. En dat las ik 's morgens. En toen heb ik een stukje op Instagram gezet. Toen heb ik ook laten zien, dat had ik zo'n stapel enveloppen van 3 jongeren die bij ons gewoond hebben. Daar heb ik 6 weken lang heb ik de post opgevangen. Het is alleen maar deurwaardes, dingen. Ja. En dat zijn allemaal jongens van de 18, 19, 20 jaar. Kees. Maar zo'n project zou er meer moeten zijn, wil je zeggen, vanuit de overheid dan. Zeker. Ja. Dat is, hier bereik je iets mee. Kijk, als jij ziet dat er honderden miljoenen in jeugdzorg omgaan, hè, en er zijn allerlei instanties en allerlei topmanagers die tonnen weghalen, hè, en allerlei instanties die nu vooral met de nieuwe jeugdzorg, nu het bij de gemeente legt, dan zie je ook allerlei dingen, kleine groepjes omhoog komen die het uit die pot gaan eten. He, die het allemaal zo goed weten. Als je kijkt dat er op sommige jongeren 5 tot 6 begeleiders zitten van allerlei verschillende dingen die nog niet eens contact met elkaar hebben. Ja, belachelijk. Hè? En kijk, als je kijkt wat wij doen, wat wij nu hebben gedaan. Ik heb in 3,5 jaar tijd heb ik ongeveer 250.000 euro in dat project zitten. En als je kijkt wat wij ermee bereikt hebben, dat als je zulke projecten op zou zetten, dat je dus ten eerste geef je jongens een basis, he, je geeft ze een woonruimte. Je geeft jongeren ook een stuk zelfrespect terug, want je geeft ze ook werk. Nou, ze komen allemaal graag bij ons. Je komt wel eens bij ons, je ziet hoe dat er bij ons gaat. Het is gewoon 1 grote familie. Het is gezellig. Het is gezellig bij ons, dat is ook. Nou, ze komen allemaal met heel veel plezier, komen ze daar naartoe. Ja. En op een gegeven moment, kijk, alle jongeren die bij ons zijn, die hebben een 0-urencontract. Dus die hebben gewoon einde van de maand, krijgen ze gewoon betaald de dagen die ze gewerkt hebben. Ze hoeven bij ons geen huur te betalen, want dat wordt vanuit de stichting betaald. Het enige wat wij verlangen van de jongeren is dat ze de CZ betalen, omdat de meesten daarmee in de problemen komen. Ja, ja. En voor de meesten hebben we met de deurwaarders een regeling getroffen. Dus de jongens die binnenkomen die schuld hebben,
Dan neem ik contact op met de deurwaarders en dan ga ik een regeling voor aan. En dan betalen we 100 euro per maand. Houden we in van het loon van de jongeren. En dan betalen we de lossen we de deurwaarders mee. Ja. Om te proberen zo toch een toekomst voor de jongeren neer te leggen. Kortom, een succesvol project waarin je eigenlijk met gepaste trots mag terugkijken tot nu toe. Ik haal er heel veel voldoening uit. Ja. Dat vind ik veel belangrijker. Het volgende aspect is eigenlijk waar ook veel mensen over gesproken hebben. Dat is dat je 2,5 miljoen hebt gewonnen in de staatsloterij. En dan hoor je wel zeggen, ja, de duivel schuit altijd op dezelfde hoop en zo. Ja. Maar ik heb van jou een uitspraak gehoord. Ik wist van tevoren dat ik dat een keer ging winnen. En ik moet zeggen, ik heb wel gelezen en ook gehoord van dat je dat geld hebt besteed aan inderdaad jouw opstand tegen de armoede in Nederland. Je hebt aan de voedselbank een hoop geld gegeven. Je hebt op scholen een aantal laptops allemaal neergezet. Het is een andere John Jansen als waar wij jou in het verleden van kenden. Hoe is dat toen bij jou binnengekomen van ik ga dat doen, ik wil het niet allemaal voor mezelf houden? Ten eerste ben ik geen andere John Jansen, maar ik ben altijd geweest wie ik ben. Alleen ik kan het nu openlijker doen. Ja, ja. Als jij 2,5 miljoen in de staatsloterij wint, dan kan je openlijker dingen doen als dat je altijd gedaan hebt. Maar ik ken al 40 jaar iedere dakloze of verslaafde in Breda, Kees. En ik ben altijd heel makkelijk met centen geweest, met geld geweest. Dat weet iedereen wel. Als mensen problemen hebben, hebben ze altijd bij me aan kunnen kloppen. Dus dat is niks nieuws hoor. Nee, nee. Voor veel mensen is het wel iets nieuws, omdat je het nu heel openlijk doet natuurlijk. Ja. Kijk, ik was die stichting ben ik begonnen in augustus 2013. En ik heb je net uitgelegd hoe dat we begonnen zijn. Ja. En in november won ik de staatsloterij. En toen had ik inderdaad kunnen zeggen, ik ga lekker naar Spanje of Marokko, ik hoef nooit meer iets te doen. Of je gaat verder waar je mee bezig was. Ik geloof in karma, dat is niet voor niks bij me terechtgekomen, zo denk ik. Ja. En ik, nogmaals, het geeft mij veel meer voldoening met hetgene wat ik nu doe als het papier dat je in je zak hebt of die nummers die je op je bankrekening hebt staan. Maar mijn conclusie is wel gerechtvaardigd dat die sociale instelling, dat die eigenlijk altijd bij John Jansen aanwezig is geweest. Jawel, zeker. Ja. Ja. Zeker. Ja. Okay. Mensen die mij kennen weten dat ook wel. Ja, ja. Ja. Zoals ik jou ken, heb jij iets tegen mensen die de macht hebben, hè? Die de baas zijn? Nee, nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Wat heb ik verkeerd? Weet je wat het is, Kees? Kijk, als je een wereld draaiende wil houden, dan moet je een systeem hebben. Anders kun je de wereld niet draaiende houden. Hè? Maar het huidige systeem klopt gewoon niet. Ik vind het niet kloppen dat mensen miljarden of miljoenen op een bankrekening hebben staan en andere mensen niks hebben. Dat kan niet. Hè? Nee. En waar ik mij heel veel zorgen over maak, is de toekomst. Hè? Kijk, het belangrijkste in het leven is dat je een toekomst achterlaat voor de nieuwe generatie. Dat is het belangrijkste van het leven. He? Maar zoals de wereld nu aan de gang is, is er geen toekomst. He? Want het verschil tussen rijk en arm is zo groot aan het worden dat er... Ja, die kloof wordt groter. Die wordt steeds groter en groter. En we hebben natuurlijk de onderkader gehad, de gewone mensen. Nu is het middenkader aan de beurt. He? Kijk maar, de middenstand. He? Door de automatisering gaat er steeds meer werk gaat er weg. He? We hebben een Brabander, die staat nu in de code 500. He? Ja. Als miljardair. Ja. Afgelopen jaar is zijn vermogen met 17% gestegen. Dat wil zeggen dat die meneer 170 miljoen verdiend heeft. Wat doet deze meneer? Die koopt fabrieken op, die automatiseert die. Vroeger stonden daar 200-300 mensen te werken. En nu zet hij een paar robots daar neer. En alle winst, kijk, automatiseren is een heel goed iets. He? Want dat gaat de kosten van de werkgelegenheid natuurlijk. Dat gaat niet alleen de kosten van de werkgelegenheid. Kijk, automatisering gaat de mensheid overnemen. Dat is algemeen bekend. Ja. En dan moet jij als overheid er op tijd in gaan springen. He, dat is, je ziet gewoon dat het steeds verder wegzakt. En als je kijkt, wat ik zeg, de automatisering is een heel goed iets, want er is een snellere productie en hogere winst. Maar dan moet je wel zorgen dat er een stuk van die winst terugvloeit in een pot, wat teruggaat naar de mensen die vroeger op de grond stonden te werken in de fabriek. En niet alles naar één persoon toe. En dat is de fout die nu op dit moment aan de gang is in de wereld. Jij bent ook opa en je bent ook vader. Ja. Ben jij bang voor de toekomst? Ja. Ja? Voor mijn kinderen, ja. Ja. Voor mijn kinderen en kleinkinderen zeker. Maar je bent ook een echte familiemens, hè? Ja, ik vind het natuurlijk. Mijn kinderen en mijn kleinkinderen zijn mijn alles. Ja. Dat is, wat bij ons ook heel veel komt, zijn... Kijk, als je kijkt bij de voedselbank, 70% bij de voedselbank zijn moeders die alleenstaand zijn met kinderen. En ja, mensen... De voedselbank is een heel goed initiatief, hoor, natuurlijk. Alleen, men vergeet wel dat die kinderen van die gezinnen die daar zitten, voor de leven lang getraumatiseerd zijn. Hebben ze een trauma dat ze bij de voedselbank lopen. Ja. Want als jij kijkt hoe dat daarmee omgegaan wordt, hè, en dat zijn dingen... Is dat valse schaamte? Nou, ik vind geen valse schaamte. Kijk, het zou helemaal niet nodig moeten zijn. Nee, dat klopt. Snap je? Het zou helemaal niet nodig moeten zijn. Nee. En er is genoeg geld om die dingen op te vangen. Ja. Want als men praat over een crisis, over dingen, als wij Nederland zit in een crisis. De Nederlandse straaljagers hebben afgelopen tijd 3200 bombardementen uitgevoerd. In Syrië. Wat hebben wij daar te zoeken? Waar gaat het over? Ja. Snap je? Wat praat je over een crisis? Als je ziet wat de strijdfighters die aangeschaft worden. Van ik weet niet hoeveel miljard. Welke crisis hebben we het dan over? Ja.
Jij bent van mening dat ze dat geld beter ergens anders zou kunnen besteden. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat snap ik. Ja. Kijk, ik ben een mensenmens en ik... Ten eerste vind ik, de wereld is van iedereen, grenzen horen er niet te zijn. Nee. Als mensen het erg slecht hebben, hebben ze alle recht om ergens naartoe te gaan waar het beter is. Snap je? Ja. Maar je moet als jij een systeem draaiende wil houden en jij zit aan de stuur van dat systeem, dan moet je kijken naar de mensen, niet alleen naar jezelf. En dat is wat er in de wereld gebeurt. Ja. De mensen die hoog in de dingen zitten, kijken alleen naar zichzelf. Ze zijn heel egoïstisch en die willen alleen maar meer, meer, meer. En dat is een groot probleem. Het geld heeft hun het in geld, de macht. Ja. De mensen hebben geen geld, maar het geld heeft hun. Ja. Snap je? Ja. En de gewone mens, kijk, de gewone mens leeft niet meer. De gewone mens is aan het overleven. Want de mensen zijn alleen maar bezig met iedere maand. Op de helft van de maand zijn de mensen al bezig. Hoe moet ik mijn rekening einde van de maand gaan betalen? Ja. Dat is geen leven meer, Kees. Dat is overleven. Ja. Alleen de mensen zien het niet. Ja. Die blijven maar in die spiegel kijken die de maatschappij is voorhouden. En daar blijven ze in geloven. En op het moment dat het erg wordt, dan krijgen we weer zoiets dat... Dat we allerlei spotjes uit Afrika nu krijgen weer. Hè? Want daar begint nu een hongersnood. Ja. En dat is alleen maar om de mensen een beeld te geven van... Oh, er komt een hongersnood aan. Nee, het gaat erover dat de mensen hier alleen maar denken dan van... Oh, eigenlijk hebben wij het toch wel goed, hè? Terwijl we het helemaal om niet die zo verhouding goed te laten zien. Juist, ja. Terwijl we het helemaal niet zo goed hebben. Dat is het. Ja. En dat zijn dingen waar ik mij heel erg over op kan winnen. Inderdaad. Je zit wel op je praatstoel, hè? Jazeker. Je hebt niks meer te zeggen, hè? Het moeilijkste onderwerp vind ik zelf altijd, wat is jouw criminele verleden. Ik heb jouw documentaire gezien. Ik moet zeggen, indrukwekkend wat je daar allemaal vertelt en wat je allemaal beleefd hebt. En er sprongen mij twee dingen uit. Je hebt op een zeker moment een discotheek in Benidorm in Spanje. Daar ben je op gewelddadige wijze beschoten en meegenomen. Dat aspect... Hoe is dat gegaan daar zo? Want dat moet levensbedreigend zijn geweest voor je. Nou, dat is van justitie uitgegaan. Hè? Van justitie in Nederland? Ja, zeker. Jij zat in Spanje? Nou, ik woonde in Spanje toen. En in de tussentijd was die Engelsman, die later kroongetuig is geworden, die was gearresteerd in Nederland. En op 25 augustus kreeg ik een telefoon van iemand die daar inkijk in had. Insider. En die mij zei van, John, kom maar naar Nederland, want je staat op de Interpol-lijst. Nou. Toen heb ik tegen mijn vrouw gezegd, luister, ik ga gelijk terug, want ik laat mij hier niet oppakken, want dan, ik zit met mijn zaken. En ik had het helemaal voor elkaar, weet je wel. Ik had mijn droom, dat was mijn droom. En ik ben dezelfde dag teruggevlogen naar Nederland. Ik heb mij gemeld bij de advocaat, bij meneer Klinkhamer. Die heeft gelijk contact opgenomen met de OM in Breda. Van, als u mijn cliënt moet hebben, hij is hier. Nou, wat hebt u iets verkeerds gedaan? Dat was het antwoord wat ik kreeg. Dus toen ben ik een week in Nederland gebleven. En oude jongens krentenbrood een beetje met die... Met de vrienden van vroeger een beetje aan het stappen geweest, aan het feesten geweest, een week lang. En 2 september was sluiting van het seizoen en daar wou ik graag bij zijn. Sluiting van het seizoen, dat wil zeggen dat je eigenlijk alle drank wat nog voorradig is opmaakt met de mensen die meegewerkt hebben. Dan komen alle taxichauffeurs en dingen. Dat is 1 groot feest, gratis is dat, dan maak je alle drank op wat er is. En dat is een traditie in Benidorm voor alle grote discotheken, dus ik wou er graag bij zijn. Ja. Toen ben ik 1 september, ik ben naar de advocaat gegaan en die zegt van nou, weet je wat het is, John, pak gewoon via op je eigen paspoort, via Schiphol het vliegtuig en kijk wat er gebeurt. Nou, dat heb ik ook gedaan en ik ben 1 september teruggevlogen naar Benidorm en 2 september was de sluiting van het seizoen, het feest zeg maar. En s'avonds waren we in de discotheek en ik was heel de week flink aan het stappen geweest, dus ik was een beetje moe. Ja, ik kan me voorstellen. Op met de vrienden van de Juliet-bende. Ja, met de jongens. Ja, met de jongens. Ja, met mijn vrienden. Oude herinneringen ophalen. Inderdaad. Ja. Ik was 2 jaar hier niet geweest. En op een gegeven moment, mijn vrouw zei van, ben je moe om 1:30 s'nachts? Ja, zal we naar huis gaan? Ik zei, laat maar gaan. Dus we gaan de discotheek uit. En er is een heel groot parkeertrein bij. En ik had gelukkig een jeep bij, een Jeep Cherokee. En we stappen in die auto en ik zie in mijn ooghoeken zie ik een auto keihard aankomen rijden over het parkeertrein. En ja... Ik was in die tijd wel alert natuurlijk, omdat ik had in een bepaalde wereld geleefd en hou je toch wel rekening met bepaalde dingen. Hè? Ja. En terwijl ik achteruit aan het rijden ben, dan zie ik in mijn spiegel dat er uit de achterdeur vliegt open. Er springt een vent uit met witte trimschoenen, zonnebril op, s'nachts om 1:30. En onder het lopen trekt die pistool. Dus ja, ik dacht, liquidatie, klaar. Dus dat ik dat zag, douw ik mijn vrouw weg. Mee dat ik mijn vrouw wegdouw, ja, begon hij te schieten. Ben ik achteruit gereden, ben ik vooruit gereden, ik ondersteboven gereden. Toen wil ik van het parkeertrein af, probeert die Lancia me af te snijden, die klap op een geparkeerde auto, spring nog 2 man uit, begin ook nog te schieten. Goeiedag. Ik had 17 kogels op de auto, ja, met mijn vrouw naast me. En dat heb ik ze heel erg kwalijk, neem ik ze nog kwalijk. Dat, uh,
Maar omdat dat vanuit Nederland eigenlijk geregeld was, justitie. Van we moeten die man hebben, want die heeft terwijl, terwijl ik een dag ervoor nog in Nederland was, weet je wel. Die Juliette is natuurlijk heel erg opgeblazen door justitie. Het is ook helemaal fout gegaan, dat is ook niet voor niks geweest. Hè. Nee. Dat is, jullie hebben de dans toch gedeeltelijk kunnen ontspringen. Nou ja, kijk, als je gaat dansen, dan moet je wel weten welke stappen je maakt. Ja, toch? Anders ga je bekken, is zo. Dat is, maar je bent aan de dood ontsnapt toen. Ja, ik ben inderdaad toen aan de dood ontsnapt. Ja. En mijn vrouw ook. Dat vind ik het ergste, weet je wel. Kijk, als jij in een bepaalde wereld zit, dan weet je dat. Maar vrouw en kinderen is heilig, hè. Dat is tuurlijk. Voor mij wel, hè. Van de oude stempel tegenwoordig ook niet meer, helaas. Ja. Ja. Het tweede aspect waarmee in de documentaire was dat jij op een zeker moment gegijzeld bent. Jullie waren de criminele, vlotte, vlugge jongens in Breda. En er was ook zo'n groep in Amsterdam. En jij bent gegijzeld en meegevoerd naar Amsterdam. Want ik ben ontvoerd in Breda. En dat had dan met rippen te maken of zo? Nou, dat had niet echt met rippen te maken, hoor. Er was een conflict tussen een aantal mensen. En daar ben ik toen tussen gezet, zeg maar. Tussen gestapt, laat ik het zo zeggen. En toen is er eigenlijk een deal gedaan. En toen is er iets afgerekend met vals geld. En dat ging, ik dacht dat het over ecstasy ging. Maar het ging over hash. Nee. Over hash. En dan hadden ze met vals geld betaald? Dat was met vals geld betaald, ja. Dan dachten jullie, dan gaan we dan... Nee, dat was door onze kant gedaan. Ja. En dat was van de groep uit Amsterdam, dat klopt, ja. Ja. En die waren boos? Die waren boos, ja. En ik hoor daar wel eens namen bij als Sam Klepper en John Mierenmeter. Ja, dat is achteraf allemaal... Was de beginnende criminele bende in Amsterdam toen? Nou, dat waren de grote jongens in die tijd. Ja. Is nu, sinds 2 weken is het boek uit van Stanley Hillis, de koude ouwe. Stanley, dat is... Volgens justitie een van de grootste mensen in Nederland. Ja. Die is pas geleden geliquideerd onder, een paar jaar geleden, onder toeziend oog van de politie. Ja. Ja. De politie zat in een aanhangwagentje. Oh ja. Nou, dat is Stanley geweest. Ja, ja. En er is nu een boek over hem, De Koude Ouwe. En daar staat inderdaad een passage in Overmijn, over die ontvoering. Dus waarin genoemd wordt dat hij dus een van de mensen was die achter die ontvoering zat. Ja. Ja. Nou zit jij... In Amsterdam, ze hebben je opgesloten, hoe ging dat? Ja, dat ging niet zo prettig natuurlijk. Nee. Dat is, Kalasnikovs op je hoofd en er zo? Ik werd op een berg gegooid, er werd rond me heen geschoten. Ik heb flink klappen gehad natuurlijk. Ik zat op een stoel vastgebonden. Zak over je hoofd? Ja. Ja, ook nog? Ja, ook nog, ja. En verschillende keren achter me klik en een ding op je hoofd. En dan, om je bank te maken? Nou ja, om indruk te maken natuurlijk. En dat maakt ook wel indruk, hoe groot of klein je ook bent, dat maakt niet uit. Maar toen ik daar was, toen zijn mijn vrienden, want wij waren geen bende, wij waren een groep vrienden, wij waren met 7 jongens en kijk, we zijn gewoon ingesprongen in die tijd. Kijk, als jij op iedere hoek van de straat hash kan kopen, dat komt niet uit de lucht vallen, klaar. Nee. En ik had wat contacten en wat geld natuurlijk van de bank overvallen vroeger. En toen ik uit de gevangenis kwam, had ik contact in de gevangenis gemaakt. Want er is geen betere plek om... om zaken te doen in de gevangenis. Om contacten te maken als in de gevangenis natuurlijk. Ja, hè? Want dan kom je de mensen tegen, dat is logisch. En toen kwam ik uit de gevangenis. Toen ben ik zelf naar Marokko gegaan. En toen hebben we een lijn opgezet vanuit Marokko. En zo zijn we eigenlijk begonnen met 7 vrienden. Hoor. Dat, ja. Maar dat was kicken natuurlijk. Maar maak het verhaal in Amsterdam eens af. Want dan moet er wel iets door je heen gaan. Want dan denk je nou, mijn laatste uur is geslagen. Ja, zeker. Dat En dat was ook wel. En de plek waar ik heb gezeten, denk ik ook wel dat ik een van de weinige mensen ben die daar levend weg is gekomen. Ja, dat klopt wel. Ja. Dat is eigenlijk gekomen doordat die jongens ongeveer wisten waar ze moesten zijn. En flink blaaien naar Amsterdam zijn gereden. En, jouw vrienden zijn naar Amsterdam gegaan? Ja. En die zijn naar een bepaalde persoon gaan zoeken. En die persoon die kreeg dat in de gaten. En die is in paniek geslagen. En die is binnen 10 minuten moest ik contact opnemen. En zo is dat een beetje... Maar ze wisten toen waar jij zat? Ongeveer. Nou, ze wisten bij welke groepering ik zou kunnen zitten. Ja. En daar is een treffen geweest natuurlijk? Ja. Om jou te bevrijden? Nou, niet echt een treffen. Nee? Dus, er is een persoon, daar hebben ze staan posten. Die is naar buiten gekomen en op het moment dat hij naar buiten kwam, vlogen ze op hem af. En door een drukke winkelstraat natuurlijk met zware dingen bij. Ja, natuurlijk. Joh. Ja. En die persoon die had dat in de gaten en die rende de winkel in en langs de achterkant eruit. Dus die waren ze kwijt, maar... Die ging wel gelijk contact opnemen met de groep en toen werd de contact opgenomen met de groep bij mij en toen kreeg ik ook hun aan de telefoon. En, maar ze merkten wel dat jouw vrienden dat er serieuze jongens waren en toen kozen ze eieren van hun geld? Nou nee, kijk,
Kijk, er waren niet de minsten natuurlijk. Nee. Maar ze hadden wel respect hoe wij met elkaar omgingen. Maar dat was ook, wij hadden geen bende, dat zeg ik. Wij waren een groep vrienden. Ik een gulden, iedereen een gulden. Zo is het altijd bij ons geweest. Toen is er een onderhandeling geweest en de spullen zijn terug. En toen hebben ze mij laten gaan. En vanaf die tijd hebben we eigenlijk een contact gehouden met Amsterdam. Ja. Ja. Doordat de manier hoe dat is gegaan, dat ze, daar hadden ze echt respect voor. En zo zijn we ook eigenlijk, zo is eigenlijk de Juliet Ben ontstaan, zoals justitie. Maar toen gingen de zaakjes nog beter lopen natuurlijk. Toen ging de zaak inderdaad beter lopen. Dat is de IRT-tijd geweest. Hè? Ja. Kijk, wat heel veel mensen niet weten is dat de IRT-tijd, dat containers hash, volle containers hash binnengebracht werden door justitie. Ja. En dat er zoveel binnengegooid werd, dat er ook onderling wat problemen overkwamen. Ja. En als er dan problemen waren, dan werd ik heel vaak benaderd om problemen op te lossen. Maar ja, dat deden wij graag. En dat is ook, je zegt het met een lachend gezicht. Ja, natuurlijk. Dat is ook een van de mooiste tijden in mijn leven. Maar dat spanningsaspect, dat lijkt me inderdaad wel ja, dat geeft adrenaline natuurlijk in je lijf. Nou ja, dat is een van de mooiste tijden in mijn leven geweest. En dat is ook wat ik altijd blijf zeggen, dat justitie heel goed wees wat wij deden. Ja. Ja, maar ze lieten dat gewoon door om te kijken hoe dat die... Nee. Er was criminelen onder elkaar, dat vonden ze best, weet je wel. Kijk, zoek het maar uit. Ja, dat is... ik denk dat... Kijk, ik zal je eerlijk zeggen, Kees. Ik durf gerust te zeggen dat wij heel veel liquidaties in Nederland hebben voorkomen. Ja. Door ons optreden, ja. En ik zeg, justitie wist heel goed wat wij deden. Dat durf ik gerust te zeggen. Maar er is één fout bij ons geweest. En dat is... De beruchte vechtpartij op de Grote Markt, hè? Dat is historisch, hè? Ja. Kranten stonden er vol van. En dat is ook de aanleiding geweest van het onderzoek en het creëren van de Juliet-bende door justitie. Want toen moest, koste wat kost, moest ik naar binnen toe. Ja. Je hebt totaal wel 12 jaar gezeten, denk ik. Ja, totaal, ja. 12 jaar. Ja. Tot slot dan, terugkijkend op je leven, zou je het anders doen? Nee, absoluut niet. Nee? Nee, absoluut niet. Nee. Ik heb veel te mooi leven gehad. Ja. Kijk, ik kan zeggen, ik heb geleefd. Nee, maar er zijn weinig mensen die kunnen zeggen, ik heb geleefd als ze doodgaan, Kees. Nergens spijt van? Nee, absoluut niet. Nee, nee. 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 Alles wel uitgeprobeerd natuurlijk? Ja, van alles, ja. Ja. Alles wel een beetje, ja. Wat me nou verbazen van de week, dat je geen alcohol drinkt. Nee. Want je bent ook heel slank, je doet waarschijnlijk ook nog wel sport en zo. Ik let goed op mijn eten, ik let goed op mijn lichaam, dat klopt, ja. Ja. Nee, ik kom uit de horecafamilie en ik heb vroeger wel gedronken, maar vanaf 93 heb ik nooit meer gedronken, nee. Maar een jointje gaat er nog wel in af en toe. Jawel, zeker. S'avonds ook altijd een jointje. Ja, waarom niet, hè? Nou, waarom niet, inderdaad. Nou, beste kijkers, onze speciale gast vandaag, John Jansen. Ik hoop dat u met genoegen hebt gekeken en dat u nou ook kijkt van... Nou, die man heeft wel meer gedaan en doet in zijn leven... dan alleen maar dat hij bekend staat als de bekende bankovervaller... of de leider van de Juliet-bende. John, hartstikke bedankt voor dit gesprek. En ik denk dat ze jou inderdaad beter hebben leren kennen door dit gesprek. Ja, heel leuk, Kees. En ik zou je eerlijk zeggen dat het mij heel weinig uitmaakt wat mensen over me denken. Ja? Ja. Nou, dan ben je een gezegend mens. Nee, daarom. Dan slaap jij altijd rustig. Ik slaap heel rustig. Oké. Okay. Ja. Kees, hartstikke leuk.